Goedenavond allemaal, welkom weer bij een nieuwe livestreamstijd voor Trains. Net zoals vorig weekend een Trains weekend, deze keer gaan wij Trains the World doen. Want er zijn natuurlijk sinds de vorige keer eigenlijk twee nieuwe DLC's uitgekomen. Twee of zijn dat er drie? Nee, twee. De hoopstrekker Rijn Roer. Dus een Duisburg en Bochum. Duisburg en Bochum richting Dortmund. En de DBBR 204 van Rivet Games op de Mind's Passage-baan. Dus wij gaan in ieder geval die doen. We gaan in ieder geval de DBBR 204 doen. We gaan een Engelse route doen, de HST, op de Great Western Express. En we gaan de hauptstrekker Rijnroer doen. En dan zien we daarna wel wat de tijd erover is. Of eventueel nog wat meer doen. We hebben in ieder geval wat in ieder geval weer genoeg keuze. Oh, mijn balkje begint ondertussen al weer 4 pagina's lang te worden. Nog 1 route en dan begint de 5e. Dus, maar goed, dus wat is in ieder geval nieuw? Ik hoop dat jullie in ieder geval de video's... ik heb al video's online gezet. Ik heb de intro video al gedaan op mijn YouTube kanaal toen die uitkwam de volgende dag. En ik heb, dacht ik, gisteren nog een... eentje neergezet voor de... met nog een ritje van. Die andere. En... oh, het begint alweer in orde. Cleo, dankjewel. In ieder geval welkom. Ik zag in ieder geval... wacht wel even dit muziek, ja. Dankjewel. Ik zag in ieder geval Romeo in de chat, Steven Trucker, maar clip meneer met 5 bitjes mag ik op mijn scenario. Dat klopt inderdaad. En dus Brinks Trucker, Robin Trucker, Mart. Nog een keer. Even kijken. We hebben nog meer. Cleo natuurlijk. In ieder geval goedenavond en welkom. En John die komt gelijk binnengevallen met een resubscriptie over 11 maatjes. Dankjewel voor de support, John. Nog 1 maatje en dan de ja-hype. Misschien niet nog even waar je protosje die nu in het glas valt en het hele glas kapot doet gaan. Dus in ieder geval dat. Dus we hebben genoeg te doen. We hebben de hoopstrekker Rijn-Roer. Hebben wij... even kijken. De andere die wij doen zit op deze. Daar gaan we mee beginnen. En welkom op mijn hele donkere achtergrond. Want blijkbaar denkt Trinse Vult dat dit op dit moment buiten is. Beetje te dronken, maar goed. oh ja, mijn systeem staat nu ook op. Dat heb ik gisteren even gedaan. Nice, Cleo. Dan zal die wel een stuk sneller moeten zijn. Zoals ik al in de video al aangaf. Je hebt zeg maar al je hebt een extra journey erbij gekregen. De chapter 1 met de DBBR 204. Ondertussen heb ik de introduction heb ik gedaan. De havenbaanhof dock delivery. Die hebben jullie gezien in de YouTube video. Ik heb deze alvast gedaan. Deze is in de hols van de nacht. Deze is om 3:30 in de ochtend, dus je ziet niks. Het is echt zo donker op die route, dat wil je niet weten. We hebben in ieder geval nog wat andere te doen. Voor het geval dat jullie hebben gemist, dit is alle content wat meekomt met de route. Dus alle 3 de scenario's, de introductie en de 7 services. Ja, ja, er zijn er maar 7. Dus dat kun je ook hier zien. Dit is de BR204. Even dit time en dan zie je hem wat beter. 7 services. Deze heb ik dus al gedaan. Deze is om 6:00 in de ochtend. Deze is 7:00, deze is om 8:30. Deze is om 11:00, 12:30 en 13:30. En dan houdt hem mee op. nou, ik kan in ieder geval geen koffiepot meer aanzetten en uw eerste kop inschenken. Daarna staat het dus nog op. Cleo, als je dat nou voordat je op je knopje doet, dus even een rustig inkom, dan komt het wel goed. En je hebt alles gehad. Ja, je hebt alles gehad, maar je hebt niet de achievement. Want zoals Stefan had de achievement al voor 204 kilometer. Ik heb het nog niet, dus... ik denk dat ik een aantal van de... Want volgens mij kom je iets van 111 kilometer samen of zo. Of 78 kilometer maar. Dus... dat wordt nog wel echt een extra rijden. Maar goed, we gaan in ieder geval verder met de journey mode. We gaan de scenario doen. Havenbaanhof order. Form consists to get them ready for delivery in havenbaan of yard using the DBBR 204.
Dus laten we dat doen. Ja, klopt Stefan. Ik heb dat ook met een andere. Ik heb dat volgens mij met de 2 of 3 andere heb ik dat gehad dat ik hem kreeg. Dus, 2 of 4 een aanrader. Het model is goed. Hij klinkt in ieder geval ook goed. Hij heeft break physics wat minder. En goed. Welcome to Havenbahnhof Yard. Your assigned locomotive is waiting ahead. Form contact to get him ready for delivery to Aschaffenburg station. Nou, voor het geval, dit is de DBBR 204. In all his glory. Dum, 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 dum. Dus laten wij maar in ieder geval naar binnen gaan. Wat is het donker hier? Wat is het donker, echt waar. Lampjes aan. Instant the master key, dat doen wij. Forward. Even kijken, die lampjes aan, de brake key. En dan... Open the 2D map from here, you can set my junction in the yard to successfully navigate and couple to the wagons. Nou, eerst even voor het geval PCB aan. SIFA aan. Die zit hier. Hier kun je nog de brake mode fast gear. Of die andere, alleen hij doet het niet echt nu. Dat is SIFA. Oh, wacht even, omdat ik deze waarschijnlijk moet in neutral zetten. Ja, shunting gear. Even kijken, lampie, front headlights on. Ja, marker light op white, op white. Marker light op red en op red. Dan komt dat in ieder geval goed. Hoppa, ja. Dus daar gaan we die. Dus eens even kijken. Wij gaan in ieder geval deze omzetten. Oh, dat is blijkbaar de enige. Couple to 5 vehicles. Oké, dat betekent dus dat wij die kant op moeten. Voor het geval zet ik die switch nog even om. Want wij zitten op de buitenste baan, dus... Alleen ik heb geen idee wat die S nu is, maar goed. Dus oh, goed. Kijk, dit is een lampje uit, donker. En dit is lampje aan. Het klinkt wel aardig zacht, dus ik denk dat ik hem even boost. Ik heb een booster, een boosting boostie. Dus de booster boostie is aan. Dat is beter. Ja, 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 Siva gaat... En lampjes aan de achterkant aan. Ja, deze klepjes gaan open en dicht. Wat een zielige toeter eigenlijk. Raampjes open. Voor het geval. Volgens mij verwarmingachtig iets of zo. Ik weet dat we daaraan moeten koppelen, maar... Starting 5B, reverse to neutral, master key, nee, ik vind het allemaal prima. Dus laten wij maar in ieder geval genieten van... Serieus, even wat water op was. Zo. Kijk, een lampje.
is beter. Zo. Nou, je kan de 2D map gebruiken, maar je kunt ook natuurlijk zelf gaan wandelen. Dat mag ook. En dan doen we left. Officieel zou ik hem op moeten bouwen of wat dan ook, maar laten we zo zeggen, dat doen we straks wel. Misschien aanstandig als ik wel de breker afhaal. Zo. Oh, hallo, dat ben ik niet. Zes, wanneer heb ik mijn kaal? Rare gast, ik weet niet wie dat is, maar goed. Gebben komt even binnengevallen met de resubscriptie alweer voor 15 maandjes. Goedenavond, Jansen in de chat. Kom even zo de chat binnen, want ik zag dat ik weer resub kon doen. Tjoep. Dankjewel voor alle support, Gebben, en dankjewel voor de resub en welkom. Linker trouwens ook welkom. Sorry dat je... Ik had wel gelezen, maar ik had je nog niet hallo gezegd. In ieder geval goedenavond. Ik ken die persoon ook niet. Ja, het is een shady character. Oh ja, dat is ook trouwens wel leuk. Je kunt hem hoger en lager zetten. Hij is erg gevoelig. Ik kan hem nu niet meer naar beneden zetten. Ik kon niet meer bij die control. Ik kan nog wel... Oh nee, hier is seat height. Seat travel. Oh jee. Oh, panic over. Oké, panic niet nodig gehad. Is die verluikt op de toeter? Ja, het is echt een toeter, hè. Zucht. Ik vind het prima. Zo. Stop bij location havenbaan hoofdsiding 5B. Die is goed. Sturm. Die is... God, nu schrak ik me op met Sturm. Dankjewel, Romy. Zo. Rijden we even met wat lege Lias wagons. Ja, en we hebben echt 10 kilometer per uur. Zo. Hey Bjorn, goedenavond. Ga weg met je Sifa. Remco komt ook even binnengevallen met de resubscriptie alweer voor 28 maandjes. Dankjewel Remco. Geen bericht achtergelaten, maar in ieder geval welkom. Ja, ik heb scenario ook gezien van jou, Bjorn. Maar dit komt op meerdere routes trouwens voor dit, hoor.
En als je goed kijkt, deze is ook wat kleiner dan de rest, dus hier zou de lock moeten staan. Maar goed. Zet de reverse in neutral. Nou, dat doen wij. Remove the master key. Hier. Zit in de driver seat. Ja, dat is super handig, maar je moet natuurlijk wel... Oh, echt hoor. Dat is handig. Maar... Scumbag Ritos. Ik wil mijn breakkey terug hebben. Ik wil mijn breakkey hebben. Even kijken. Want daar vertellen ze je er niet bij. Want je hebt de breakkey nodig. Zet de breakkey to active. Release en koppel to vehicles. En two vehicles zijn daar. Deze, 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 deze en deze. Zo. Dankjewel Bjorn voor de dun dun dun. Twee hengelozen tegen hier ook op. Oh, dat maakt juist interessant, Leo. Voor het geval, voor degenen die het willen weten, wij zitten in de Aschaffenburgpoort op dit moment in de haven. Wij zitten hier. Je kunt dit gedeelte helemaal gaan, deze lijn hier naartoe, tot ongeveer hier of zo. Of niet eens die hier. Hier langs. Hier. En in Lorne een heel klein stukje. Eén service. Ja. En ik snap ook inderdaad niet waarom hier een 4 km per uur speed limit is. Maar goed. Ik ben het wel gewend met 5 mijl per uur, maar 4 km per uur? Dat is nog wel erg. Het rare is, het is pas over 50 meter. Ik denk dat hij ergens, want hij zit volgens mij hier op de... Ga weg met je Siva, ik hoor je hier nog. Ik geloof dat het alleen dit stukje is op de wissel. Ja, omdat we deze nu moeten aanmaken. Aankoppelen. We zijn er bijna. 10 meter. Een limit van 4 km per uur. Ik zou het echt niet weten waarom. Het is donker. Het maakt het donker omdat ja, kijk, de Maxus op pitlucht is een beetje donker, maar goed. Nou, ik weet niet, ik denk dat de wissel niet meer aan kan of zo. Hij begon ongeveer hier.
Dit gaat nog wel even duren. Je kunt zelfs uit het raam gaan hangen, maar dan heb je nog steeds geen koele lucht. En we zijn erdoor. Het is serieus net alleen maar deze wissel, hoor. Zomaar echt dit stukje van twee dingetjes. Maar goed. Nou, dat was een beetje te kort. De twee hengeloers die stonden te wachten tot de bus nu nooit kwam. Oh, dat busje komt zo gedoe. Oh, hey! Oh, hi. Oh, hey. Wat? help. Ga je het nog een keer doen? Oh ja. We gaan er vandoor. Doe dan. Ja, maakt ook niet uit. Doe het, Rijn. Ik hoop serieus dat die wat dicht klippen. Dat is gewoon geweldig. Maar die trein kwam daar met ogen snel. Want die ketste de trein. Oh, geweldig. Hey Mark. Oh, je hebt net wat gemist. Heb je het gezien? Dat ze. De scumbag machinist Bjorn daar. Dat is Bjorn gewoon. Die kwam eraan gereageerd met 10 km per uur. Die reed tegen mijn trein aan en vervolgens stootte die mij 10 km naar achter. Boys, mijn naam is Haas. Ja, ga weg met je Siva. Ik weet het heel zeker. Het is gewoon echt alleen maar dit ene, ini, mini, mini, mini wissel. Oké. Okay.
Dat was hem alweer. Maar misschien komt dat omdat dit spoor niet helemaal is aangesloten. Of wordt dat zo? Nee. Gaan we weer. Dat is een beetje veel. Couple of formation 3 vehicles. Dat is daar. Dus dan moeten we. Oh god, dan moeten we daar naartoe. Nee. Zo. Beter. Koploper, goedenavond en welkom. Nu je zeg je. Bijna 20 km per uur. Was onze was Bjorn gebleven hier dan? Wat is dat dan? Oh, de crap. Een koppel voor vehicles. Stop at location haven baanhof. Oké. Okay. Is dat onze ook laatste? Ah, nog eens. En dan zeggen we goodbye train. Even kijken. Uppa, ietsjes hoog. Kijk, dat is beter. Ja, je zult zo waarschijnlijk wat iets meer horen piepen, want de... Laten we zo zeggen, iemand heeft het lumineuze idee om op dit moment te gaan stofzuigen. Goedenavond. Wat is er nou trouwens niet erg leuk? Of zo.
Behalve dat ik af dat die trein mij afstoot of zo. Nee, maar dit is het. Het is heen en weer de shunting. Het is. Meer is het niet. Ik laat de koffie over vandaag. Geef mij maar een glaasje water. Oh, wacht even. Ik heb een fles naast me staan. Dus dat komt ook goed uit. Oh, nee. Nee, dit was 10 kilometer per uur. Ja, we staan stil. We hoeven niet te sifan. Waar moeten we heen? We moeten deze doen en die doen en daar naartoe. Dus eigenlijk weer terug naar waar we vandaan kwamen. Een halve liter bier hier naast me staan, weet je niet of je kunt. Oh jawel. Maar met een gemeentepils is dus een stuk beter. Zo. Waar is je? Nou, ik zou zeggen, proost op het weekend dan. Sifa. Laten we eens hier nou een service oppakken. Dan gaan we dit een scenario. Er komen dus drie scenario's mee. Het is de tweede in de journey mode. Oh, daar komt net de andere aan. Hallo. Even Bjorn weer. Deze keer kerst die mij niet met de trein. Maar dat was gewoon geweldig. God, ja. Katapult die bij ongeveer 20... Ongeveer 50 meter verderop of zo. 10 keer om 10 meter. Ai. Au. Au. Dan gaan we terug. Gelukkig hebben we een trein die heen en weer kan. Krijg je het heen en weer van soms. En dat was scenario 17, Magnificent. Volgens mij heeft het zo slecht gedaan dat ik niet eens een medal heb gekregen. Of misschien dat de medal niet wordt hier gezien. Oké, we waren hier een beetje aan het spieren. En hier is die 4 km per uur. Ik snap dat echt niet. Maar goed. 3219 punten. Sturm. Dank u, Bjorn. Sturen. Even kijken. Ja, ik heb een check gekregen, dus blijkbaar heb ik niet genoeg gedaan of zo. Nou ja, maakt wel uit. Volgende is de Loaded Freight Delivery. Move a second freight wagons to haven, baanhof, dockyard. Okay. Dus we kijken waar we in de dockyard. Ik ben benieuwd of we moeten komen vanaf Aschaffenburg. Dat zou ook leuk zijn.
Volgens mij is het een stofzuiger luisterwoord. Deze gaan we niet doen. Deze is het hols van de nacht. Even kijken. Als jouw verburg multi-unit delivery. Dat is die. Nou, dit is volgens mij weer een scenario. Dus noemen we deze wel even. Ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het weer zo donker is. Ik ben niet van de donkere scenario's in principe. In ieder geval niet op de stream. Zo pikdonker dan. Avond is niet erg. Oh god, het regent. Nou ja. Oh, wacht even. We zitten in Loren, zitten wij. Mooi. Dit is het Loren scenario. Even kijken. Bricky inactive. Lampisa. Light on. White. Back hebben we niet nodig. Siva on natuurlijk. PCB on, Siva on. Mask key in en forward. Ja, maar regen vind je heerlijk. Ik vind het op zich niet erg. Ik ben niet zoals Martijn, waarbij constant regent. Ik zei forward. Hemperk is released. Die break is release. Kijk, maar de naald is op nul. Hier gaan we. We gaan er vandoor. We rollen. Dan hebben we hem in ieder geval met zijn langere hoge snelheids goederentrein. Deze trein in Trainster World House is gelimiteerd tot permanent PCB-55 of PCB-U. Oké, kijk, we hebben er twee op. Ik ben benieuwd of er eentje dicht gaat zo. Klepjes dicht.
vind alles goed aan de ruitenvissen, maar het loopt voor geen meter. Ja, je hebt het niet echt nodig. Edgar, goedenavond en welkom. Safety hazard. Doom and gloom. Zoals ik al aangaf ook in mijn YouTube-video's, de inhoud wat meekomt, de trein op zich, de modellering is prima. Het geluid is ook prima. De brake physics zijn blijkbaar een beetje te sterk, want hij stopt gewoon gelijk in plaats van dat het even duurt. En een beetje weinig content. Heel weinig services, alleen in de ochtend. Ik weet niet of ze dan, want ze kunnen toch veel meer services doen. Ze kunnen op de mainline, maar hebben ze niet gedaan in dit geval. Heb je die guy weer? Deze trein bevat ook weinig capsway. Maar je gaat wel wat op en neer als je wat hoger zit. En als je de caplight aanzet, doe je hier. Als je in die stoel zit, dan doe je deze aan. Snap ik al wat? Hoe zijn ze nu beide omhoog? Ja, ze zijn beide omhoog. Sturm. Sturm. Dankjewel, Romy. Ik heb geen idee wat de Sturm is, of is het gewoon een random iets? Want ja, dat is trein, hebben we random Sturm. Meter. Ze zijn er bijna. Voor degenen die het nog niet hadden gezien, dit is dus de Lore Industry Sidings. Je hebt, hier heb je een spoortje en hier wat spoortjes en hier wat spoortjes en dat is het eigenlijk. Ik heb al wel gewandeld. Ik heb namelijk die natuurlijk ben ik bezig geweest om het te halen van die van de jobs, de collectibles. Dus dan moet je in principe moet je hier ook zijn. Want er zijn hier een aantal. Volgens mij zijn er hier niet zo heel veel. In de haven zijn er meer. In de haven zijn, is 1/5 van de route ongeveer 20 collectibles of zo. En we moeten stoppen daar. Oké. Okay. Dus wat we kunnen doen is, we kunnen hem wel even gaan ombouwen. Dat is geen probleem. Moet die op off. Die op release. Die daar. Even wat hoger zitten. De prik hier natuurlijk aan, deze aan de masterkey in, bijvoorbeeld. Daar gaan we. Dat is wel mooi van deze, je hebt gewoon twee cabines. Of één cabine eigenlijk en twee posities om te sturen.
c'est fin. C'est facile, fin. Oké, dat was nog niet de bedoeling. Maar goed. Dat was een stukje naar lore. Er is, ik dacht, één shunting, dat was deze. Dus als je op lore wil rijden, is dit wat je doet. We kunnen wel eens even kijken. We kunnen wel de 320 van hier rollen. Dit is in principe lore. Kijk, dit is een van de collectibles. Je zet dan een gat in de fence en dan moet je tegenaan lopen, boom, en dan krijg je dat. Drainage bad of zo. Maar goed, laten we eens even naar de trein kijken in iets beter weer. Dan zijn we een beetje in het hoofd, een beetje de kleurtjes. Ik denk dat wel een keertje leuk is om te doen. Of deze. Zo'n clear. Doen we het lekker op deze. En dan moeten we inlaten. Maar wat moet ik zeggen, er is de laatste tijd wel aardig wat. Wat DLC uitgebracht. Twee Amerikaanse locks. Een route. Een Duitse route. En ja, deze eigenlijk. Ik zal eens even kijken. Heb ik hier die. Van de stilte. Maar voor het geval, dit is dus een van de. Dit is dus die PR204. Je kunt hier staan. Je kunt hier wandelen. Je kunt hier helemaal langs. Op zich een leuk lokje. Dat zeker. Hij is een beetje underutilized, dus hij is een beetje minder in gebruik dan ik had gehoopt, in principe. Maar goed, waarschijnlijk zullen we nog wel in meer in de toekomst zien. Dat is in ieder geval goed. Is dat nou een sitting? Interesting. We hebben een zitplekje. Op zich, dan. Even kijken. Eentje in het industriespoor. Hoppa. Dus in principe wat je hiermee doet is je rijdt dus zeg maar een beetje heen en weer met deze lok. Wat shunting en die wordt weggestoord door de ene machinist genaamd Bjorn. Sorry, dat was een grapje. Dus dat is in ieder geval in principe wat je nu doet met deze DLC. Je moet even kijken of je het leuk vindt om te doen. Of het volledig het geld waard is. Het is leuke diesel shunting en je kunt in de haven een keer bezig, maar... Je moet zelf even kijken of je deze DLC leuk vindt. En anders kun je altijd in de sale halen. Hè? Laat ik die look nu net deze week in bonen in beunen. Bijvoorbeeld een prop editor. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat dat echt nog wel even op zich laat wachten. Nou, laten we gaan naar de volgende route. Dat is, we gaan even wat freshen in Engeland. Op de Great Western Express.
Er is op 13 februari is er een update gepusht, een soort dev build van Trainster build. Dus een in-development build, dus was in één keer alles was geüpdate en er was gewoon iets een interne build was gelijk, zeg maar. Gepusht via Steam, leuk. Daar zat voor de Crits Western Express ook wat bij. Ze zijn namelijk wel bezig met het development in blijkbaar al sinds het begin met de Crits Western Express. Dus dat is dan al bijna 2 jaar in ontwikkeling of zo. Dus lijkt me wel leuk om die te doen. Pakken we in de timetable. Pakken we deze. De First Crits Western. HST. Terwijl de blauwe. Die zit hierin. Er zit namelijk. Wat je kunt doen. Er zitten er 2 in. 2 plus 8, 2 plus 7. De 2 plus 7 is in gebruik op de consoles. Daar is 1 wagon meer. Was niet goed voor de FPS, dacht ik. Ooit te vernemen. Maar ik weet niet of dat al aangepast is. Maar volgens mij is dat meer efficiënter tegenwoordig. Dus laten we even lekker in Spring Clear. Even lekker een run doen op de HST. Doen wij deze. Dan gaan we van London Paddington naar Great Malvern. 1120. Drive in high speed trainer first. Half of the journey to Great Malvern. From London Paddington to Reading. Dus. Je kan natuurlijk ook zelf deze HST kun je gebruiken, moet je wel even de goede versie hebben van van het bestand. Want in een update daarna is die in principe weggehaald. Even kijken. Nee, ik moet die lights hebben. Ik moet die aan hebben. Die. En die. Die natuurlijk. Kijk, blauw de. Oeh. Classic HST. Het is wel mooi. Dit is de originele die niet meekomt. En dit is in principe een repaint eigenlijk, zeg maar, van hunzelf. Inclusief de stickers, de proper stickers. Deuren hebben goede kleurtjes. Laten we die maar even aan. Natuurlijk ook het interieur. Dus voor diegenen die in stijl willen reizen van de First Crit Western. Als die ooit komt. Ja, dat zeker, Romy. Want dat zou waarschijnlijk inderdaad waarschijnlijk nog een tijdje op zich laten duren. Of ze hebben volgens mij de simulatie nog steeds niet compleet. Ze hebben geen Steam erin. Bijvoorbeeld ook alle deuren gaan tegelijkertijd open. De logic is er nog niet om de deur alleen maar te laten openen op de perrons. Dat zou ook wel leuk zijn. Zo. Wij gaan even er vandoor. Oh jee. Oh, ik ben een scumbag. Ik ben dit vergeten. Zo. Dat is beter. 18 mijl weg. Stoppen in Slough en stoppen in Reading over een half uurtje.
40 mijl per uur. Mogen zo meteen 50. Ik was benieuwd of DTG deze in principe ooit uitbrengt met de update. Ik hoop het van wel. Want dat is natuurlijk weer, want ze hebben al de hele tijd geen update gedaan voor deze route in principe. Dus je wist niet veel. Jappa, goedenavond. Je hebt helaas de BR204 gemist. Die heb ik zo net gedaan. Dus mocht je die willen zien. Dat willen zien. Maar ik heb nog wel wat leuks. Proper HST. Een Engelse pruttelpot. Maar in deze zijn ze dus al een tijdje mee bezig met het maken eigenlijk. Ik snap eigenlijk niet, misschien omdat de licentie of zo, maar ja, het is in principe hetzelfde bedrijf, dus ja. In ieder geval was het zo. Want Great Western Railway is ontstaan uit de First Group. Zover ik weet. '85, zometeen 100. Let's go. Voor het geval dat Dutch aanwezig zou zijn, de bar zit hier. Of in ieder geval het buffet, alleen het buffet is gesloten helaas. Zag dat deze weer een update had, laatst gespeeld in augustus 2019. Ja, dan kan het best zijn dat jij misschien niet eens TSW 2020 hebt geïnstalleerd, Jeppe. Ik speel dat 3 uur. Nou, ik zit wel wat hoger ondertussen. Ik zit voor. Ik weet niet hoeveel ik zit. Ik had niet echt daar binnen nog. Nee, maar jij bent net zoals een beetje wat Mark heeft, hè? Met anderen zo van. Jij wil gewoon eigenlijk een soort. Jij wil gewoon de editor erin hebben. Zeg maar. Een beetje met editor aan de slag. Met je eigen content aan de slag. Wat je hebt, zeg maar eigenlijk. Ik vind het op zich niet zo erg, één keer in de zoveel tijd trains in wil doen. Maar natuurlijk veel meer content, Nederlandse content natuurlijk. Content vanuit onze community is alleen maar train sim. Wat rijden is de leuke afwisseling. Dat zeker. Zo van als je gewoon even geen zin hebt om bijvoorbeeld heel even iets uit te zoeken wat je nodig hebt of wat dan ook. Kun je dit gewoon doen. En Martijn. Welkom. Leuk. Oh jee.
Nou doen we het even zo. Ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Tot na 12 uur uitgeslapen en de hele dag op de bank hangen. Ja, maar dan krijg je daar toch van. Het is iets meer dan alleen de editor op Nederlandse seinen objecten. Dat ook. Ik ben gewoon benieuwd zodra de editor uitkomt. Of dan bijvoorbeeld, want nu heb je heel veel eilandjes van trainsim developers of trainsim content creëren. Dus je hebt Koha, je hebt Frieson die maakt objecten, je hebt de routebouwers zoals Mark en jezelf natuurlijk en anderen. Misschien dat je het samen kunt doen of zo. Zullen we samen één clubje kunt maken? Misschien kunnen jullie wel samenwerken aan heel Nederland of zo. Weet ik veel. Ik ben niet buiten geweest. Even eten laten bezorgen. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ik ben benieuwd, want ja, natuurlijk, je moet eerst natuurlijk assets hebben. Voordat je überhaupt route kunt bouwen, moet je assets hebben. Dus de assets moeten gemaakt worden. En zodra de assets er zijn en je hebt de route, dan moet je natuurlijk ook een trein hebben. Dus die moet er ook zijn. De kip en het ei. Maar goed. Heb jij deze al een keer gezien, Martijn? Niet dat. Deze. Ja, deze skin. Geloof het of niet, Martijn, dit is een officiële DTG-variant. Misschien herinner je me dat ik nog wel zat te ergeren aan DTG die op ergens in februari een update had van ongeveer 150 gig voor TrainSim World, omdat ze namelijk een development build hebben uitgepusht die dag. Twee keer. Voor een development build en een gewone build. Dus twee keer 150 gig. Was wel aardig wat. Daar staat deze in. Hij werkt nog steeds met de gewone versie. Dus ik had deze file nog bewaard. En anders kun je altijd nog via tegenwoordig niet meer met de Steam download, met de depo download. Dan kun je de oudere versie niet downloaden, maar goed. Nee, maar ze hadden hele game geüpdate, Martijn. Dus de core game, zeg maar, van TrainSim World, de core content en elke DLC. En aangezien ik elke DLC heb, betekent dat ook alles geüpdate werd die dag. En Stefan, welkom terug. Oh jee. De jump wel heel erg heen en weer voor een HST, maar goed. Het is een knock-out spoor. Vandaag gisteren die updaten, maar die door wilde komen. Hoe bedoel je, Cleo? Volgens mij de laatste keer dat deze game geüpdate is, dinsdag. Maandag. Maandag is de game geüpdate. En de main specialbaan is geüpdate om uitbreiding te krijgen voor, of in ieder geval de timetable voor de 204. De extended timetable. In de 204 zelf natuurlijk, in de DLC. Naast de 3MB duurde een eeuwigheid. Ja, in principe uit het updateproces van Unreal Games op Steam is eigenlijk, hij downloadt alleen maar jouw het gedeelte wat echt veranderd is. Wat eigenlijk, zeg maar, Steam doet is, dat is wat hij bij elke game doet als hij gaat updaten. Hij kopieert, zeg maar, de files die hij moet gaan updaten, kopieert hij eerst. Dus vanuit je hoofdmodel kopieert hij ze naar de downloadfolder.
Dus hij maakt dan een kopie van de hele file. En dan gaat hij de hele file nalopen naar wijzigingen, wat in bytes zeg maar zit. En dan doet hij de bytes wat verschillender, dus downloadt hij en patcht die ondertussen. Dus als je dan een file hebt van 15 gig, bijvoorbeeld wat DLC van Train Symbol dus met routers, of de core game is 15 gig, dan ben je een tijdje bezig. Op een SSD kan het ongeveer ook ongeveer 10 minuutjes duren. Maar op een HDD, nou ga er maar vanuit dat het wel even een half uur of een uur of twee uur duurt. En daarna moet hij weer terugzetten. En daardoor zie je bijvoorbeeld ook als je in Steam kijkt, zie je dat hij niks aan het downloaden is. Maar het is wel heel erg druk met je harde schijf. Dat kun je bijvoorbeeld ook zien in taakbeheer. Kijk! We komen ook random tegen. Dus dat is wel mooi. Laten we ondertussen maar even gaan afremmen. We hebben nog 1,2 mil naar Slough. Ladies and gentlemen, in a few moments, we will be arriving at Slough Station. Exit the train on the left. And don't forget, first put down the window, put the hand through and crank it to open it. Oh crap. Het gaat niet goed. Oh jee. Oh nee. Oh. Martijn, hij past perfect. En daar gaan de ditjes over. You had one job. Sorry. Maar ik moet zeggen, op zich, deze DLC zelf is in principe aardig oud ondertussen. Hij is uit 2017. Hij weerstaat nog steeds prima. Ja, ik was aan het afremmen, maar ik was weer wat aan het. Ik was wat aan het praten, dus laten we daarop houden dat mijn schuld is dat ik zat te praten. Te laat stoppen. Dankjewel, Romy, voor 150 points. Of zei ik in Japan zal ik ontslagen zijn? Nou ja. Laten we excuses maar gaan aanbieden. Oeh, drie kwart die zon op. Oh ja, deze die draait niet eens. Oh. I won with the ground. Goed, ik vind op zich deze livery ook wel aardig mooi hoor. Zeker. Maar goed, we mogen zo gaan. In Japan zou je zelf mogen gepleegd hebben van schaamte. Dat zou mij niet verbazen dat in de company policy staat. Maar goed, we hebben nog één kans om goed te stoppen. Als wij trouwens niet goed stoppen op het volgende station. Wat doe jij op de fast line? Als je in ieder geval niet goed op de volgende station stopt, dan is het game over.
hallo. Zo, deurtjes dicht. Maar het is eigenlijk wel een beetje iconisch dat deze van DTG, zeg maar, in ieder geval in de development beeld komt, deze blauwe. Want dit was wel een van de originele locks die meekwam met de Kuchu Pack. Ik kan pas niet 100% hier op deze route vanwege dat deze misschien niet backdated is, maar we zullen het wel zien. Het volgende station is Reading in 16 mijl. Nou, zo grappig, we zitten inderdaad echt letterlijk op de helft van de route. Peepass, good evening and welcome. Het is net te kort om lekker lang op stopsnelheid te kunnen rijden. Ja, in principe als je 125 mijl rijdt, tegen die tijd dat je bij Slough komt, zeg maar, dan rij je in principe op je maximum speed, zeg maar. En dan moet je eigenlijk alweer gaan afremmen. Dan rij je, zeg maar, net even wat 10 minuutjes op 125 of zo. Of geen 10 minuutjes. 5 minuutjes. Daarom ook zo van, het zijn korte routes. In principe de routes die uitkomen op dit moment die zijn even lang. De langste op dit moment is nog steeds de heavy haul route, de Sandpatch Grade in Amerika. De tweede na langste route is ook een Amerikaanse route, dat is de Peninsula Corridor. Mocht je die hebben van de Digital Lux, lekker heel lange ritten. Dan de, ja, eigenlijk de Europese routes, die staan eigenlijk allemaal een beetje, ja, met 40 kilometer ongeveer. Dus. Want ik weet ook zeker, als er een ICE add-on zou komen, dan krijg ik het idee dat 40 kilometer niet echt voldoende is. Maar zouden we op de hoofdstrek Rijn-Ruhr kwijt kunnen, want hij rijdt er wel. Hij stopt zelfs in, ik dacht zelfs in Bochum. Dus dan zou je van, zou je een express kunnen doen van Duisburg, Essen, Bochum. Ik zie ze wel iets in route bouwen. Ja, op zich wel. Misschien is Frankfurt High Speed, alleen dan. Nee. Een Bonn naar Remagen. Hoeveel kilometer is dat trouwens van Bonn naar Remagen dan? Ik heb niet zo 1, 2, 3 meer aan mijn hoofd. 35. Dat is nog een beetje kort. Zoals ze bijna vanaf Keulen doen dan. Koblenz-Mainz.
Ik ben benieuwd. Ik ben ook erg benieuwd, want Rivet die had u niet ook aangekondigd van, aangekondigd, ze hadden gezegd zo van, ja, als we routes bouwen, wat willen jullie dat wij bouwen? Zo van, dan natuurlijk iedereen reageerde Zwitsers. Dus ik zie zo vanzelf dat ze komen met een, met de Albula Line of wat dan ook. RHB. Nou, ze hebben in ieder geval de volgende DLC alweer aangekondigd. De volgende DLC is voor de Leer. Dat is de Long Island Railroad. Zit, dacht ik, ja, zit standaard in Trainspotting 2020 in. De M3 variant. Meer een soort subway dan de M7. Complete RHB netwerk. Ik ben benieuwd als zij dat doen, Martijn. Echt awesome. Maar ik denk... want het is een vrij... als je RHB hebt, het is niet een supersnelle route met alle bochten. En het is erg heuvelachtig. Maar ik ben benieuwd wat ze kunnen doen. Dat de stroomafnemer zeg maar op en neer gaat... Dat doet deze als standaard in de game. Dan zit standaard, zit zeg maar dat ze waarschijnlijk is de technologie overgenomen. Zo van, er zit zeg maar boven de bovenleiding, daar zit een blokje zeg maar. En dat blokje dat gaat omlaag. En dan vervolgens gaat je stroom van nemen, die gaat ook omlaag en omhoog. Dan, als dat blokje weg is, dan gaat hij gewoon zo hoog mogelijk. Toch nog niet kijken toen ik er naar keek. Ik heb iets gemist over films. Ik kijk eigenlijk weinig films. Ik heb vroeger, volgens mij de laatste echte film die ik heb gezien die toen nieuw was, dat was een van de James Bond films. De nieuwste volgens mij. Voor de rest zijn dat allemaal herhalingen wat ik heb gezien. Ik hou, als je een film kijkt, dan kijk ik zelf wel iets richting de jaren 80, 90. Actiefilms, thrillerfilms, epidemicfilms. Daardoor is er nog steeds zo van dat hele gedoe wat nu tegenwoordig gaande is. Dat is een lange film van in de jaren 90. Begint tot einde volhoudt. Ja. Meestal kijk ik films inderdaad zo. Bijvoorbeeld, ik kijk wel eens een keer. Ik heb wel eens een keer vlak voor een weg een film gekeken. Maar ik kijk hem ook meestal niet in één keer. Meestal 2 of 3 keer of zo. En dan gewoon 2, 3 avonden. Gewoon elke keer 3 kwartier of zo. Daarom hou ik ook meer van die series. Bijvoorbeeld, op Amazon Prime was die, is de nieuwe Star Trek serie van Picard was toen uitgekomen. Ik zat elke week, elke donderdagavond op middernacht kwam die uit. En meestal had ik vrijdagavond, weet je wat? Altijd naar bed, lekker, lekker serie kijken elke week. Dan elke week en dan steeds meer die ontknoping. Hè? En ze zitten nu eigenlijk een beetje die intro. Die hele Picard serie van 10 episodes, wat dus ongeveer bijna... Laten we zo zeggen, zo'n 7 uur duurt of zo. Het kan gewoon 1 lange film zijn. Je kunt het gewoon achter elkaar gewoon kijken. Oh, geweldig. SMT is spont uitgesteld, hè? De A-team zeker. Ja, de A-team heb ik heel veel gekeken. Tegenwoordig ze zijn op de reruns, hè? Mensen op vrijdag, dacht ik. Misschien ook allemaal andere dagen. Zijn ze een beetje op RTL 7 op reruns. Knight Rider. Dat soort dingen. Maar ook de iets nieuwere serie. Bijvoorbeeld de NCIS. De originele. De Los Angeles. De NCIS Los Angeles. Je hebt ook nog New Orleans, dacht ik. En je had nog 1 andere. Of was dat... Nee, die was volgens mij geen spin-off geworden. Hawaii 5-0, de 2010 variant.
Laten we maar gaan afremmen, want ondertussen zitten we alweer 0,8 mijl voor 95 mijl per uur. Om 50 keer totaal uitgezonden per TO. Film over Queen al gezien dan? Nee, ik heb er wel wat van gehoord. Oh ja, we gaan trouwens zometeen wordt de trein in één keer helemaal donker alsof het nacht is. Dat heeft te maken dat ergens die die tunnel decal of die darkness die zit hier of zo, in plaats van in de tunnel. Dus vandaar dat zometeen in één keer donker wordt. Is nog steeds niet gefixt. Nou, misschien in deze, maar ik ben ook nog niet geweest. Oh, how can it be? Ja, how can it be om zelf inderdaad bijvoorbeeld ook zelfs een mijl per uur van miles naar kilometer per uur automatisch om te schakelen? Serie Fame. Hm. Oh jee, wordt donker. Nou, het is wat licht. Het is hier wat lichter. Ja, maar dat doet ze niet, Japan. Ze hebben een aantal. Ze zijn wel beter geworden in het fixen. Maar er was laatst een hele ruil, zeg maar, op de Tracing Community Discord. Matt ging er ook uit. Ik heb hem daarna niet meer gezien. Zo van, ja, het zit altijd klaar dat we niks oplossen en zo. Maar volgens mij, ik weet niet hoe groot een fixbord is. Maar volgens mij is een fixbord, volgens mij kunnen ze met een openbaar Trello bord aanhouden of zo. Dan kunnen tenminste zien wat er allemaal op staat. Dan kijkt hij dat een aardig lange lijst is. Ja, ik heb het wel gehoord inderdaad, hebben. Nou, ze hebben wel wat dingetjes gefixt. Dat wel. Waarom stop jij? Ik wil niet dat jij stopt. Oh, echt wat. Deze. Ik weet, volgens mij ben ik vergeten die te doen of zo. Nou ja, maak maar uit. Voor het geval. Dat is de first Great Western HSD. Mocht je nog dit pakketje hebben van. Diegene die oud is gekomen, hij werkt gewoon. Ja, te vroeg gestopt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een, volgens mij een heel groot verloop van mensen die daar zitten, Jeppe. Volgens mij is het gewoon één keer in de. Sommigen zijn er een jaar, andere posities of zo, en andere zijn een paar jaar. Dan zijn Jeppe überhaupt gestopt. Ik was netjes aan het afremmen, maar. Ik weet niet. Kijk, ik kan op één drukken en het flitst een beetje. Oké, okay, laten we maar even naar binnen gaan. Ik wil naar binnen. Objective complete. Ik heb al met de 204 gereden, ja inderdaad. Oh, ik heb zelfs nog een gold medal gekregen. Hey, kijk, dit was slauw. Oeh, en paniekbreek. En omhoog. En langzaam laten varen. En we moeten af. En ding, 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 ding. En poep. We want to see it again. Nou, we gaan nog een keertje die 204 doen hoor. We gaan die 204 nog wel doen.
Wat ik nu eigenlijk wil doen is de andere route die we nog niet hebben gezien op stream. Je hebt hem wel gezien in één video bij mij. Dat is de introductie, maar je hebt het daarna niet nog gezien. Dat is de hoofdstrekker Rijnroer. Dat is, dan gaan we een journey mode doen. Dat doen we met de BR425. En we doen Bochum naar Duisburg. Dus dan gaan we naar Mönchengladbach, dacht ik. Laten we hopen dat deze niet in het donker is. Of in de regen. Of in de sneeuw. Nou, sneeuw is niet erg. IJs in de winter. Even kijken. Die. Deurtjes open. Doen we die lampjes aan. Even kijken. Het marker lights is wel goed. Oh ja, de vis was het. Route eingeben. Allebei de zugen. En we hebben een RE11. Naar Mönchengladbach. Passion lights natuurlijk om. Dan hebben wij de battery, de PCB en de SIFA. De 425. Kom mee met de hoofdstrekker Rijnroer. Is de trein van Michaels. Je kunt zien dat hij een klein beetje gedetailleerd is door wat, ja, viezere textures. En ik val er doorheen. Nou, dit is in principe de hele route. Wij zitten hier in Bochum. So we are at Bochum. We're going through the fast lane, the express. De regionale baan is de South One. En hier is Essen. Essen to Duisburg. Of Duisburg. De Duisburg. En dan naar de volgende. Deurtje dicht. Ik moet zeggen, deze heeft wel mooi geluid. Dat hoor. Alleen wel, ik heb hem nog steeds in mijl per uur staan. Essen means to eat if you didn't know. I know. Wat sneller dan zo net. Rijdt te hard. Speeding.
voor het geval 140 km per uur. Deze services zijn eigenlijk in principe voor 160 geschikt, so these services are for 160 kilometers. But if you drive towards 40, it shouldn't be a problem. Also, thank you for the host, BBESC. No problem. Oh crap. Dat heb ik weer. Oh, ik weet niet wat ik heb vanavond. Dit is wel heel erg. Dit is wel heel erg. Nee, ik wil niet... Ik... Oh... Nou ja. Dat maar niet. Oh, dit gaat ook weer nergens hoor. Serieus, ik ben op dit moment, ik ben als ik alleen rijd veel beter. Oh, dank je voor de veel trompet. dank je Matthijs voor de veel en Oscar ook, goedenavond en welkom. Tja, ik moet nog aangeven wat er voor het gaat. Alles. maar goed. Nou, wij hebben in ieder geval een stoel, hebben wij. Dus, Maar goed. Störung. Störung, eigenlijk in principe rijden we in een SLT, ja. Ik dacht dat de SLT die was gebaseerd op deze type trein. Gek idee, goedenavond en welkom. Ik ben hier van soort hetzelfde. 4-2-3 of een 4-2-4. Of een 4-2-4. We gaan hier in ieder geval naar Essen. We gaan Essen. Ietsjes harder.
ben er al de hele tijd alleen was ik overstilletje. Oh, dat kan. Ik heb wel meer mensen die gewoon een beetje gewoon lekker op de neerkijken. Ik vind de raam niet zo wit. Het zou wat zijn, Jeppe, als hier een bar in zat. Compleet restaurant zelfs. Maar het zijn net zo net schnitzel. Scumbaggery. Öl. Wanderhoe. Zet op minimum power. We komen weer op het. We zitten op het spoor waar de sporen samenkomen vanuit de regionale baan. Dus we gaan nu weer op de. Op de hoofdlijn. Grotendeels. Hebben ze ook de bar in de trein, och heden. Laten we maar even alles gaan verstoppen. Sifa, 120. Diego, John, goedenavond en welkom. Ton, ook goedenavond en welkom. Die heb ik in brand gestoken met je neven. O jee. Hallo. Mocht je namelijk meerdere routes bezitten, ik dacht de MSB-route en de Roesiek Noord. Daar kun je ook goederentreinen zien en je ziet ook dubbeldekkers. MSB, waar naartoe heb je het moment? Oh jee. Hope it's nothing serious. Cosmo Thermal Pay still hasn't arrived. That's not good. Er is deze een ontwikkeling van de BR-425 en zijn tegelijkertijd gebouwd met de BR-422. Oeh, dat is met die andere. Dat is met die. Dat is de 422. Oh, we gaan de locking the doors.
Bowup, goedenavond en welkom. Kilometer naar Mülheim, Ruhr Hauptbahnhof en daarna naar Duisburg Hauptbahnhof. Even. Maintenance depot. Ja, ze hebben een wens, hadden ze er een hele andere cabine. Een heel andere stijl. Ja, Duisburg. Dit is de nieuwste route die uitgekomen is, de hoofdstrekker Rijnroer van Duisburg naar Bochum. Duisburg. We hebben een Duisburg hier in de regio. Echt een Duisburg. Staat hier ook op? Ja, dit stuk daar. Kijk, daar hebben we de tegentrein. Hallo. Kilometer per uur even aanhouden. Sifa. Weer erin, NRW. Ah, dat is een mogelijkheid. Kom rijden nog 130 ondertussen. Onder Keulen. Maar je hebt ook een, ik zag dat op de kaart ook, je hebt ook Soest. Soest in Duitsland. ik heb in morgen, ik denk dat je bedoelt, ik heb zin in morgen, maar in ieder geval, dankjewel, clip meneer. Vijf bitjes. Dankjewel, het lukt meneer. Maar Sifa die ging ook letterlijk af bij mij, hè? Oh, crap. Ik heb het niet bevestigd. Ah, scumbaggery. Ik zat de chat te lezen. Hashtag blame chat. Ik moet zeggen, detaillering op de lokkers of op de treinstel is erg mooi.
Jij ligt zo te chatten gisteren te schot. Ja, als ze die melding niet hadden, hadden we precies op tijd. Ah, we hebben grotendeels van de route, roosterige gedeelte van de route al gehad. We moeten dit stukje nog. Want Duisburg ligt hier. Er zit al geen passagier meer in ondertussen. Maar het zou leuk zijn als deze gewoon deuren gewoon random open en dicht gaan. Zoals sommigen in Train Simulator al doen. Maar zeg, de detailleren in de trein is ook niet slecht. Maar dan moet je niet vergeten hè, dat dit eigenlijk een My Gold product is. Hè? Waarschijnlijk heeft hij zijn 425 voor Train Sim overgezet. Hier zelfs. Dit. Je ziet maar heel weinig in Train Sim dat de treinen ook echt vies zijn. Er zijn er veel trompets. Hebel authentisch. I don't know exact what you mean, Pipesk. It means leave it to the table, it's like pedal to the metal. Maybe. Let's go Duisburg, oftewel Duisburg, ons volgende station. Tegen de trein. It's getting more and more busy along the line. More buildings. Ik ga ook nog een keer sushi kopen. Ja, dan heb je wel. Het is een hele goede. Echt goede simulatie. Veel beter dan de PCB en wat dan ook wat je Train Sim überhaupt hebt. Maar de kwaliteit is alleen een beetje om te huilen. Maar inderdaad, €60. Dat is wel aardig veel. Dat hij wel de laatste keer in de aanbieding was. Sorry. Maar dan weet ik niet voor hoeveel trouwens. ...20% met winter sale en laatst in april was die 15%. Hij is bijna een jaar oud. Ik vind het een behoorlijke dure prijs. Ik heb toen niet voor die punten gehaald zeg maar, die ik kon kopen met de Steam sale. Misschien hebben ze zulke punten nog wel in de zomer weer. Misschien in de zomer wat extra korting bovenop misschien de korting. Misschien dat wat interessant is. Maar ik dacht dat Remco hem wel had gedaan. Dus Remco, als jij je gedachten over Suzy wilt delen.
Hij krijgt er een heleboel voor. Want hij heeft toch verder geen DLC onder... Of wel, nee, hij heeft geen DLC ondersteuning. Ondersteuning wel, maar hij heeft geen DLC's. Er is een hidden DLC. Wie wat waar. Oh, wat je ervaring is met Suzy. Want jij bent volgens mij de enige die ik weet die hem heeft. Even kijken, 100 km per uur. Maar we hebben 85 knipperen, dus ik ga wel even naar 85. Voor de zekerheid. En zet dit eruit te Zweden. Het was een, I think, a pretty long drive. Maar de dame doet herren, onze nächste station is Duisburg. Aufstieg in Fahrrichtung rechts. Kan het wel? 6400 hype of NS6400 hype? Was weer gezellig. Goedemorgen, voelt direct naar kijk. Cleo, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Hoe oud is van Hamburg to Deventer? Dat is een pretty. It's mostly you. You can drive at a very high speed, but ja, 6400, kijk maar naar mijn action point bovenin, rechts daar. Ik weet niet. Ik val hier zo in. Ja, hoor. 6800. 35 kilometer schelen. Cool, medal. Level 7 alweer. Poepoe. Bijna level 7 voor de hoofdstrekker Reinhoer. 6400 en gesproken, dan zijn er nog Duitse herders die naar Duitsland mogen. Nou, omdat jullie zo graag nog die BR204 willen zien, dan doen we nog even een serviceje met de 204. Dan zien we daarna wel hoe laat het is. Of wij nog een ritje doen in een ander land, misschien Amerika of nee, denk ik niet. Misschien nog een ritje in Duitsland of Engeland. Dus. Dan gaan we naar de main specified baan. Doen we via de timetable. Dan kan ik mijn eigen weer tenminste instellen. Hoe lekker spring clear.
Pick-up mixed freight wagons leveren doen haven Bon Dockyard. Ik denk dat deze wel leuk is om te doen. Oeh. Oh, we mogen die kant op. Oké. Maar dat scheelt. Even kijken, wat hebben wij nodig? Die op wijn, die op wijn. Die op red, die op red. Die aan. Die aan. Ik wil niet de travel, ik wil de height adjustment. Serieus? Volgens mij is er maar één stand, of laag of hoog. Ja, maskie on, forward, de break hier natuurlijk. Ja, noem eens. Even kijken, hebben we alle... Alle van deze switches die zijn goed. Dat is mooi, dat is mooi. Die staan ook goed, die staat goed. Die staat goed. Ik denk dat we die mogen aankoppelen. Van Kabouter naar de nieuwe terminal in Horst of door naar Rotterdam zijn. Maar dus de 204 Japan. En in de haven. Zit aan de een draaischijf zit aan hoor. zover ik weet niet Japan is dit is door River Games zelf volledig gebouwd. Ze hebben zelfs een devblog of een devlog zelfs online gezet. Staat die dat ze voor een 294? Ja. Dat verbaast mij in principe ook, zo van die 204 en dan die. Maar blijkbaar, er is in de video van... ik dacht op de stream van DTG toen de 204 werd gepreviewd. Toen kregen ze ook zeg maar... toen gaf Rivet ook aan waarom... Of niet voor Rivet, DTG...
Want ze zijn al een tijdje in gesprek geweest en ze wouden een German Shunt zeg maar doen. Maar dan is de keuze door Rivetus gevallen op de 204 blijkbaar. Vast, waarschijnlijk. Je kunt deze alleen niet overal gebruiken. Je kunt hem in de haven gebruiken en dat stukje bij Lor. Stop in de haven, Baanhof 7. Mooi, dan doen wij dat. Wat wij doen is, wij doen deze op off. Hier doen we op neutral, doen we de break, hier doen we eruit. De mask hier doen we eruit, dan doen we even de lampjes even. Die op red, die op red, die op aan, die op white, die op white. Dan gaan wij hoger zitten. Mask in, forward, deze master, even de break active, break release, lampjes aan. En er vandoor. Voor het geval, ja, die beweegt. Deed hij altijd al. Dank je, Martijn. Ja, en dit klopt niet. Oh, ik heb de headlight nog aanstaan van die. Dan gaan we hoor. Dit tergend langzaam de spoorwegovergang over. Diego, bedankt dat je er was. In ieder geval. Geniet ervan. En misschien tot straks, anders tot de volgende. Even kijken, welke moeten wij hebben dan? Oké, we staan allemaal goed. Dan krijgt het idee dat we zo meteen om moeten lopen. Een koppel. Dan 5, GoFire 5B, GoFire 4, de siding, stop at siding 7, koppel to vehicles, een koppel voor vehicles. En dan de havenbaanhof siding 402. Oh, dus we mogen niet helemaal naar die lijn van Oost-Javenburg. Oké, okay. Let's go back. En misschien kunnen we nog wel wat bouwen. David komt even binnengevallen met een resubscriptie voor 29 maandjes. Alweer 29 maanden. Zo bij gaan ze door en ik hoop dat je nog veel leuke streams gaat doen. Dat hoop ik ook zeker, David. Dankjewel voor de resub hype. En goedenavond en welkom. Want dit klepje kan ook open.
Waarschijnlijk niet in deze. Maar volgens mij klopt dat schermpje niet toen wij open, want ik dacht dat je het schermpje helemaal zag, namelijk naar Aufschaffenburg, maar blijkbaar niet. Dan doen we het voor even handmatig. Aan de goede kant uitstappen. Doe die eraf. En dan gaan we naar binnen. We zijn naar binnen. Ik wil naar binnen. Zo, dat is beter. Stop met siding nummer 5. Dat is deze en deze en deze. Dit is een raket trouwens, deze trein. Als die niks aan zich heeft, aan de haak heeft hangen. Oh kijk, daar hebben we Bjorn ook weer. Diegene die mij vanochtend een duw gaf op de haven. Dat is een Govaya trouwens. Oké. Nu moeten we via nummer 4. Dat is deze en die en deze wel om. Oké. Redding, havenbaanhof. Oké. Oh ja. Even kijken. Die breekvalve of. Dan worden de key eruit. In neutral of gaan we hier weer zitten, doen we master key in, die doen we dan forward, break key doen we erin, release en dan gaan we. Most of the time I started 1930 indeed, is about just after 10, 10:30, 2200, 15 or 30, sometimes earlier, it depends on what I have planned to do. It can be short or it can be longer. But I try to make it at least to 10, and after 10 wind the stream down to towards the end. Okay. Let's put it on 1 and then I think somewhere around here we need to stop. We will see in about 60 meters. Ooh, that one.
Interesting. It doesn't mention any times. No, indeed. I never mention a specific end time when I stop. I stop the stream when I completed either the schedule or maybe because of something else. But the start time is always about 19:30. So 100 meters. Like when you start. Oh. Oh well. Let's release that brake. Set driver's valve to off, D to off, that's back there, and then in forward key, release, and brake. On, okay, let's go. 18:30, yeah, with GMT indeed 1 hour earlier, and unless there's the change of time zone, it sometimes is 2 hours, but most of the time is indeed 1 hour. So around 18:30 to 21:30. Welkom terug, Diego. Welkom. Ja, Roeke's stream is most of the time 10 minutes late. Nou, we niet te kapot. Maar voor mijn scenario-bord, die is gemaakt voor de SRG-release, dus een tijdje terug. Maar in het scenario spawn je gewoon bij een maker en er zijn geen crashes, alleen de SRT kan tractie doen. Oké. Op zich maakt het niet uit wanneer je hebt gemaakt, want niet alles hoeft tegenwoordig over de SRG te gaan. Hè? Dat kan ook bijvoorbeeld gaan over de Flirt of over een DDR, een ICM of. Van alles. I like the chilled, relaxed here with Rupko. You guys are so nice. no problem at all, Pieper. Please, I'm trying to be as welcome as possible. A couple of 4 vehicles. Dat zullen we wel doen. Oh ja. Ja, ik heb toen ik hem op had gestart, had ik ook al gezegd van ik heb er verder geen problemen mee. Meegaan met opstarten, dus. Even kijken, deze moeten we afkoppelen. Oh, het duwt zichzelf wel.
Stop at location, havenbaan of siding voor O2. Oké. Okay, let's see. Let's put that brake into off. Remove the brake key, that back to off. Go to sit here, master key in, engine only forward. Brake active and release. And let's go. Dat is 6400. Ja, kan best, maar het is volgens mij wel een oudere lok ondertussen deze dan de 6400, dacht ik. Maar ik weet even niet wanneer die geproduceerd zijn. Deze die zijn in Oost-Duitsland nog geproduceerd. I did the boo-boo. Wrong track. We're going back to the place that I didn't want to be. Oh. Volle kracht achteruit. Dat is de defensieve button. Ja, want ik heb die wissel omgezet, maar deze niet. Dum. Het is toch gezellig, Martijn, met de 204. Oh, deze doen dat niet. Dan zit deze misschien te oud. Maar er zijn in de meer recentere add-ons, daar heb je bijvoorbeeld wagons en treinen. Je hebt bijvoorbeeld het brake system, die beweegt letterlijk. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse lok, daar hebben ze een, zelfs een chain die vervolgens weer terugtrekt.
is niet ver genoeg, Jansen. Dicht. Laten we even checken. Ja, hij is omgezet. En die, en dan gaan we daar naartoe. Dat zijn wel zware wagons, in ieder geval de eerste twee. Er zijn eigenlijk altijd zware wagons geweest in de game. Stalrollen in. Ja, vandaar. Maar detaillering is wel mooi altijd. We hebben één lampje kapot. Ja, de modellen die zijn in orde. Het is alleen soms de gameplay een beetje wat gewoon lijkt. Dit EU-pack, ja, maar dat is nog uit de tijd van Kutju, hè? Maar op zich, als je vergelijkt, Armstrong die heeft dus voor de HST bijvoorbeeld inderdaad een Hasselmann pack uitgebracht. Er is een third-party cap texture pack uitgebracht. Dus dat is ook wel mooi. Eigenlijk, het doet nog wat het moet doen. Op de touch. In principe niet, als ik zo kijk. Ik snap waar je vandaan komt hier. Kijk, heb je een collega 204 die staat te brommen. Ronnie, bedankt dat je er ook weer was vanavond. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende. Kijk naar de TGV Thalys. Het zijn prachtige 3D-modellen, alleen de rest. Ja, het is net niet af. Maar bijvoorbeeld, wat dacht je van die de Class 89? Die wou ik eigenlijk nog een keertje halen, maar ik zit in twijfel om nog te kopen. Dat was die de Badger. De detaillering is aan de Bokus is een geweldige detaillering. Bovenop wat minder, de cabine wat minder, maar er zijn alweer dus een capfix texture update. Er is een texture pack met alle mogelijke mogelijkheden wat die trein had. Dus dat is ook mooi. Is voor 2020, Mau.
is de Class 89 is de badge logo, is de prototype van de Class 90. Hij heeft wel wat sound issues, maar dat is ook opgelost. Met een patch. Maar goed. Het zou het niet zijn als een patch of zo. Zo, laten we die maar even stoppen. En daar zijn we. En dat was de hele server. Ah, toch een half uurtje over gedaan. Oeh, level 4. Level 74. Oké, ik heb geen volgende servers in deze log. Dat betekent dat wij dat deze log hier eigenlijk blijft staan tot de volgende ochtend. Ja, het model is prima. Natuurlijk wel deze. Ja, ik zet hem af. Zal ik ook die andere even afzetten? Want die staat ook doem, 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 doem. Ah, dus het lab is dicht. Nou ja, daar gebeurt ook niet veel. Ja, ik denk dat ik het ook hierbij laat. Een mooie vroege ochtend. Of vroege avond. In ieder geval, het is na 10 uur. Ik hoop dat jullie genoten hebben. We hebben met de 204 vandaag gereden. De HST. De First Grade Western variant. De 425 hebben we meegereden. En weer wat met de BR204. Dus. En daar gaat hij op dit moment. Dus. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En ik zie jullie graag natuurlijk morgen weer terug. Morgen is gewoon Train Simulator. Ik begin met een Duits scenario deze keer. Daarna een Nederlands scenario en we sluiten af met een kort Engels scenariootje. Dus we hebben in ieder geval een leuke dag morgen weer. In ieder geval voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. En ik zal nog even kijken, is onze Mr. Paul nog online? Volgens mij wel, maar ik heb geen idee voor hoe lang die nog online is. Volgens mij niet erg lang. Want iedereen staat te jumpen, dus ik denk dat ik dat wil doen. Dan laat ik het ook hierbij voor vandaag. En dan wens ik jullie een hele fijne avond. Graag tot de volgende keer. En bring your views. Thank you for watching. I hope you all had fun tonight. And I will see you back tomorrow with some classic train sim. So I will say...